De economie van een land kan niet effectief functioneren zonder beleid op basis van wetten en regels uit te voeren. Dit zegt Elaine Campagne, die gisteren afstudeerde aan de Institute of Graduate Studies and Research, IGSR, en wel de masteropleiding Macroeconomic Analysis and Policy. Campagne verdedigde met succes haar thesis getiteld Een analyse van het effect van de fiscale investeringsfaciliteiten in de bosbouwsector. Met de invoering van de fiscale faciliteit heeft de overheid getracht de invoerrechten te stimuleren. Ondernemers vormen een belangrijk onderdeel in de economie. Ze bezitten duurzame organisaties die door deelneming aan het maatschappelijk productieproces winst beogen. En vandaar dat overheden door het invoeren van fiscale faciliteiten het verwachte rendement van investeringen willen verhogen. Volgens Campagne probeert de overheid door de toekenning van fiscale faciliteiten de binnenlandse productie positief te beïnvloeden. Faciliteiten worden door bedrijfsorganisaties sterk aanbevolen aan bedrijven, omdat ze kunnen leiden tot het verlagen van belastingheffing. En deze vormen dus ook een belangrijk onderdeel van een gunstig investeringsklimaat. In Suriname zijn er dus in verschillende wetsproductie fiscale faciliteiten opgenomen. Enkele zijn het grondstoffenbesluit van 1997, het decreet mijnbouw van 1986, de wet tariefinvoerrechten van 1996 en de investeringswet 2001. Tot zover Elaine Campagne, die gisteren afstudeerde aan de masteropleiding Macroeconomic Analysis and Policy van het IGSR. Ze verdedigde met succes haar thesis een analyse van het effect van de fiscale investeringsfaciliteiten in de bosbouwsector.